Maar het enige wat je als docent moet in de gaten houden, dat je coach aan het worden bent. Dus je bent alleen maar aan het rondlopen, aan het helpen. Heel af en toe een stukje klassikaal. Maar daar houdt het ook mee op. Dus je bent, je hoeft wat minder orde te houden, want ze werken toch wel. Omdat ze elkaar corrigeren en omdat het voor sommigen interessant genoeg is. Omdat ze of praktisch bezig kunnen zijn, of theoretisch bezig kunnen zijn, of met een computer bezig kunnen zijn. Dus het probleem van kinderen die niet willen, lost ik zelf op. Het positieve ding van de Vita is, het is alle losse modules, overzichtelijk, het is projectmatig, het is vakoverstijgend, het is makkelijk te behappen als docent, een hele goede internetsite, alles wat ik me als docent kon wensen in het verleden, dat zit erin.